Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus weer de hoogste tijd voor een nieuwe Snoep en Tender videoblog. Nou, vandaag gaan we het nog niet eens hebben over een snoep of een tender, maar we gaan het over rubberboten hebben. Want eigenlijk heel veel mensen die een snoep hebben, die zijn vroeger al begonnen met een rubberboot. Of jullie hebben wellicht wel kinderen die in een rubberbootje willen varen, want die willen misschien helemaal niet meer met jou mee op pad. Saai in een snoep. Dus we hebben het even over de rubberboten. Nou, er zijn eigenlijk drie soorten rubberboten en dat is onder andere eentje met een opblaasbare bodem, eentje met een aluminiumbodem of met een houten bodem en die twee kan je dus allemaal opvouwen. Of je hebt een rib en dat is hier eentje van, dit is er dus een. Nou, we beginnen met degene die de beste vaareigenschappen heeft en dat is een rib. En een rib heeft een harde bodem, dat is dus een polyesterbodem, die kan je dus niet opvouwen. Maar die is daardoor door die polyesterbodem heel erg stabiel. En doordat deze boten zo licht zijn, waarom ga ik zo snel? Dat is... Hè? Zijn wel licht. Veel licht. Wel weer zwaarder dan degene zonder. Nee, dat is waar. Daarom. Ze blijven heel licht, maar ze zijn wel zwaarder dan degene met een op. Jezus, dit is slecht, maar maakt niet uit. Jezus, moet je eruit knippen. Nou, de kleinere ribboten zie je meestal eigenlijk gewoon met een losse buitenboordmotor achter de boot. Deze die we hier hebben is een hele bijzondere. En die heeft gewoon een inboordmotor, een Mercury. Diesel. Een Mercruiser, diesel. Oh, dat zei je al. Nou, we zijn hier lekker aan het varen op de rib. En het voordeel is dat de rib ontzettend stabiel is. En dat merk je hier ook bij die megagolven die deze grote boot maakt. Je hebt er gewoon totaal geen last van. Hier. Kijk hoe stabiel. Wow! Nou, je hebt dus eigenlijk drie keuzes als je een rubberboot wil gaan kopen. Dat is dus inderdaad eentje met een opblaasbodem. Die is eigenlijk voornamelijk leuk voor kinderen, omdat zo'n boot niet hard kan varen. Het zit daarentegen wel wel lekker, omdat de bodem zacht is. Maar voor hard varen heb je toch echt een V-bodem nodig, want die zorgt ervoor dat die mooi door het water snijdt op hoge snelheden. Nou, dan kan je ook kiezen voor de volgende stap, dat is dus eentje met een opvouwbare bodem. Daar kan een kiel in gemaakt worden en dan zijn de vaareigenschappen ook wel goed. Maar het beste van de drie, dat is toch echt wel een rib. En daar varen we nu mee. Een rubberboten kan je met en zonder console krijgen. En als je een console neemt, dan kan je daar ook een stuurinrichting op krijgen. Dus dan kun je net als iedere normale boot gewoon sturen, in plaats van met een knuppelbediening. Verder kan je een console natuurlijk heel luxe uitrusten met bijvoorbeeld een fishfinder, een snelheidsmeter en een toerenteller. Nou, we staan nu dus bij een rubberboot met een opblaasbodem en het voordeel daarvan is dat die makkelijk mee te nemen in de auto is. En zeker op vakantie of voor kinderen is die ook licht te tillen. Dus dat is het voordeel van eentje met een luchtbodem. We hebben hier ook nog een variant met een harde bodem en die zit in deze, de boot erboven. En hier zie je dan ook mooi die kiel zitten, dus die zorgt eigenlijk voor de goede vaareigenschappen wat een rubberboot ook heeft. Dit is nou typisch een voorbeeld van een boot met een opvouwbare bodem. Een opvouwbare bodem is in gedeeltes eruit te halen en dus ook makkelijk mee te nemen. Hij is natuurlijk wel wat zwaarder omdat die delen ook best wel een gewicht hebben. Nou zijn deze delen van aluminium gemaakt om ze licht te houden, maar de goedkopere varianten hebben een houten bodem en dat werkt eigenlijk precies hetzelfde. Een ander punt wat ook nog belangrijk is bij de keuze van een rubberboot, dat is de keuze van de buitenboordmotor. Uiteraard heb je verschillende merken, daar zal ik nu niet dieper op ingaan, maar het aantal pk's is wel erg belangrijk. En zeker in combinatie met kinderen. Want kinderen mogen vanaf 12 jaar met een rubberboot varen, maar die rubberboot mag niet harder kunnen dan 13 km per uur. Bij boten die harder kunnen dan 20 km per uur heb je altijd een vaarbewijs nodig.
En als je vaarwijs wil halen, dan moet je minimaal 18 jaar zijn om een papiertje te krijgen. Je kan alvast wel het vaarwijs halen als je 16 bent, maar dan mag je er dus nog niet mee varen. Je moet wel rekening mee houden dat rubberboten over het algemeen vrij licht zijn. En daardoor met een lichte motor ook al best wel snel gaan. Zo kan je met 4 pk en een 2,5 meter rubberboot al gauw boven de 20 km per uur komen. Hou daar dus rekening mee als je een rubberboot gaat aanschaffen. Dit was alweer de Sloep Entender videoblog van deze week. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Sloep Entender videoblog. We hopen dat jullie het leuk vinden en tot volgende week. Plus delen en liken wordt gewaardeerd.